Laat het ei uitkomen, broed hem uit. Voed hem met meer elemental powers. Want in dat ei zit de Supreme Nexomon. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Nexomon-video. Wij moeten terug naar het weeshuis. Want Amelie is daar en Amelie is gek geworden. Doe ons een duimpje omhoog als je dit een vette serie vindt. En als je iedere dag Nintendo-video's wil kijken op YouTube, dan moet je even op dit kanaal abonneren en het belletje aanzetten. Oké, Lydia die moet hier ook ergens zijn in het weeshuis. Maar waar is Lydia? Lydia, waar ben je? Ik heb zo'n voorgevoel dat Lydia hier ergens is. Ja, en iedereen is hier, jongens. Kijk, Lydia is er. Die vraagt even wie dit robotje is. Ja, dit is Atlas. Mijn mentor die is er ook bij. Wat is eigenlijk de naam van mijn mentor? Ross die vindt het allemaal super cool, want die robot die zweeft. En Nora vindt het design van Atlas heel mooi. Dude, Atlas vindt zichzelf de beste sidekick. Maar het gaat hier niet om Atlas, guys. We hebben belangrijkere dingen te bespreken. Lydia zegt, met Eliza's help hebben we aanmerkingen. Amelie's locatie gevonden. Amelie is onder water. En Ross die vraagt zich af, is ze dan verdronken? En Nora zegt, doe normaal. Nee, er is een onderwaterstad hier dichtbij. Ja, omdat de draken natuurlijk boven de grond waren, hebben ze zoveel mogelijk onder de grond dingen gebouwd. En zo ook de onderwaterstad Cadium. Dus Cadium is de plek waar wij nu naartoe gaan. Is dat deze kant op? Hé, wat is dit voor kistje? Dit soort kistjes ken ik helemaal niet. Een Synergy Core. Yo, deze man ziet er echt boos uit. Deze man wil echt een boze battle doen. Oké, je hebt level 35 Oma Charge. Maar mijn Leaf Dance gaat jouw Oma Charge nakken, jongen. Hé, jij hebt ook een Lioness. Oh, dat is wel sick. Ja, Lioness is wel echt een vette Nexomon. Ik vind Lioness heel cool. Ja, het is alleen dat normal types niet echt heel erg goed zijn in de game. Dus eigenlijk moeten we die misschien nog vervangen. Wie hebben we hier? Een Florozard. Geen Charizard, maar een Florozard in deze game. Dit is gewoon de Grass-type Charizard. Oh, ik denk dat ik trouwens dood ga. Of net niet, oké. Okay. Bombergrof begint het ook steeds moeilijker te krijgen, heb ik het idee. Kijk, 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 hij krijgt echt harde tikken, die Bombergroffie. Ja, we moeten nu ook tegen de Zapdos van Nexomon. Pak hem aan. Maak ze kapot. Oké, okay, Florozard is down en Zapdos is ook genakt door mijn Voltaic. Mijn Voltaic die bevalt me echt heel goed. Bombergrof gaat naar 35. Oh, Bombergrof moest nog evolueren, hè? Ah, kijk, dat verklaart een hoop. Ik ben heel benieuwd waarin deze guy evolueert. Wow. Kijk hem. Wat een dikke kinker. Bomblasta. Kijk die buik ook. Wat zit daar? Een of andere gouden munt of zo. Wow, oké, dit is wel een bazenkikkertje, jongens. Dit is volgens mij trouwens niet waar ik naartoe moet. Je kan hier namelijk naar Palmaia. Maar daar moest ik niet zijn. Het schijnt wel dat je op Palmaia echt heel veel verschillende Nexomon kan vinden. Dus misschien hadden we eigenlijk daar al veel eerder naartoe moeten gaan. Ik denk dan dat ik toch misschien hier naar beneden moet. Wat is dit voor gat trouwens? Oh, wacht even. Heb ik nog een Vault Key? Ja, ik heb nog twee Vault Keys. Nice. Dan kunnen we even in deze grot op zoek naar een kluis. En die kluis die is hier zo. Yes. Open the vault. Monies. Ja, wat zit er dan in die kisties? Een Tribute of Thunder. Ik heb dus nou een Tribute of Thunder. En een Tribute of Blaze. Ik weet nog niet wat ik daarmee kan. Maar daar zullen we ongetwijfeld wat aan gaan hebben. Oeh, zieke Honchkrow Nexomon. Oké, die gaan we even proberen te pakken. En we hebben hem. Gaat niet in mijn team, maar is wel een basie. Yo, wat is dit dan voor een zieke olifant? Wat? Deze olifant heeft HP, jongen. Niet normaal. 130. Let's go, let's go. Ja, en die hebben we ook te pakken. Maar ja, we hebben al een hele vette water Nexomon in ons team. Volgens mij is die olifant best wel heel goed eigenlijk. Er zitten hier best wel bijzondere Nexomon in deze grot hoor. Hier, deze Cranode. Die kunnen we ook even proberen te pakken. Als die tenminste niet mijn team kapot maakt. Is ook wel handig als ik dan de goede Nexomon inzet natuurlijk. Klap hem. Kijk, hij heeft nog 1 HP over. Nou, nu moeten we hem wel kunnen vangen, toch? In een wind Nexo trap, deze gekke kikker. Kom allemaal gekke kikkers tegen, joh. En die hebben we ook in de pocket. Gotta catch them all. Nou, nog even Spooky meepakken. Gotta catch the spook. Spookymon. Hoppakee. Ah, kijk, kijk. Ik ben helemaal naar beneden gelopen. En dit is inderdaad waar we naartoe moeten gaan. Hier stond iedereen te wachten. Ja, mooie onderzeeboot. Lijkt een beetje op de buik van de geëvalueerde Bombergrof. En de mentor zegt, dit is het. In de oude dagen, vroeger, gebruikten mensen dit apparaat om naar Cadium te gaan. Er waren er vroeger heel veel, maar nu niet heel veel meer. En hij zit op slot. Oh, oh, nice. Atlas die kan gewoon een deurtje even openmaken voor ons. Kijk, dat is de eerste keer dat Atlas zich even nuttig maakt. Lekker bezig, pik. Kijk dan. Doet hij gewoon even. De mentor zegt, van wat ik heb gehoord is Vados echt een verschrikking.
Hij is erger dan elke Tyrant. En we moeten hem stoppen. En ik weet niet hoe dit gaat lopen. Maar je zou zelfs een vijand kunnen worden van de guild als je hiermee doorgaat. Ja, we moeten wel, toch? Het is volgens mij niet zo dat ik heel veel keuze heb of zo. We gaan in. De onderzeeër. Daar gaan we. En ik ben benieuwd of we nu ook een of ander verschrikkelijk zeemonster tegen gaan komen. Waarschijnlijk wel. Oh, kijk, dit valt mee. We zijn gewoon... Wat? We zijn gewoon hier rustig aangekomen. Oké. Nou, zullen we even de warpstone activeren? Dan hebben we de volgende keer die onderzeeër niet meer nodig. Maar dan kunnen we gewoon lekker warpen. Go, go, go. Nora zegt Cadium. Een stad van science, wetenschap. Degenen die hier achter zijn gebleven, hebben hun leven gewijd aan het onderzoek. En Nora heeft het helemaal naar de zin. Want Nora is natuurlijk ook lekker zo'n grote nerd. Hallo mensen. Mensen van Cadium. Er heeft even iemand op zijn toetsenbord lopen rammen. Hij zegt... As das das... Shakat das das das... Adhas das gasde... As das ketele... Toppie. Helemaal duidelijk. Oh, de volgende zin. Kekesje de fukke... Aske de baske beda... Neda... Shedeneme... Aske de nashaijijijijijijijij... Poske de afzij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 
kunnen we je? Ik weet niet, man. Russisch, Japans, een soort van mix daarvan. Juist, ja. Oké, hoe gaan we met deze mensen praten hier beneden? Lydia zegt, laten we lekker op onderzoek uitgaan. Ja, en dat lijkt me inderdaad een goed plan. Laten we gaan proberen om Amelie te vinden. Zou hier nog iemand zijn die wel normaal met mij kan praten? Nee. Oei, ik kan je... Oh ja, nog wat. Oké, is er iemand hier die de normale taal spreekt? Misschien deze oude man. Jij bent al oud. Nee, ook niet. Jij bent ook oud. Ook niet. En jij, meneer? Nee, jij bent nog jong. Jij spreekt sowieso de taal niet. Hallo? Iemand? Oh, wacht. Misschien de spoken. Dit zijn natuurlijk hele oude mensen. Ja! Hij zegt, hé, verbaasd het je dat je hier een spook ziet? We hebben 1000 jaar gehad om dit te onderzoeken. Oh, ja, oké. Voor de rest heb ik er niet zo heel veel aan. Misschien aan deze man. Oh, hallo daar, vriend. Ik ben een spook. Ik heb deze stad lang geleden gevonden samen met mijn vrienden. Niemand geloofde me dat er een onderwaterstad was. Hey, ik geloof je wel, we zijn er nu zelf. Zijn er nog meer mensen die met mij willen praten? Deze man zegt, ja, die gast hier, die boeit het niet dat hier spoken zijn. Oké, nou, fijn om te horen dat je je thuis voelt. Waar gaan wij naartoe? Hallo? Anybody here? Kijk, we kunnen dit water nu bevriezen zodat we naar de overkant kunnen. Oh, en hier zijn wilde Nexomonnetjes. Een level 32 skunkcutje. Ja, het is verleden tijd. Doei, skunkcutje. En Volta, ik ga naar 38. Mijn favoriete Nexomon, denk ik. Okay, we gaan door. Wat moeten we doen hier? Ja, we moeten natuurlijk Amelie zoeken. Maar waar is Amelie in deze onderwaterstad? Oké, hier kunnen we ook allemaal water neerleggen. Oh, hier is een huisje. Hallo? Ah, hij is dicht. Het huisje is dicht. Er is niemand. Yo, you're freaky, dude. Machetter. Yo, you're really freaky, dude. You're freaking me out, dude. You're super weird, man. I'm gonna get you, okay? Eens even kijken. Kunnen we hier naartoe? We kunnen hier water neerleggen, zo. Ja, water neerleggen. Water bevriezen. Ah, we hebben hier al die krachten van die elementen nodig. Kijk, dan kunnen we hier naar de overkant springen. Dit is volgens mij één megapuzzel, jongens. Waar moeten we naartoe? What up, Jaloon? Jij staat ook weer in mijn Nexodexie. Kijk, ik denk dat ik hier naar beneden moet. Ja, het ziet er wel uit alsof we hier moeten zijn, jongens. We vinden ook een revive. Yo, Jellyflux. Freaky, freaky Jellyflux. Die veel te snel is. Dat zal wel de evolutie zijn van die Jaloon die we net hebben gevangen. Er komen gewoon nog steeds nieuwe Nexomon tegen. En dat vind ik zo cool. Dat vind ik bijvoorbeeld cooler dan bij Temtem. Want daar kom je continu dezelfde Temtemmetjes tegen. En hier komen we nog steeds nieuwe tegen. Naast 20 uur spelen bijna, komen we nog steeds elke keer in elk gebied gewoon nieuwe Nexomon tegen. En dat vind ik echt heel cool. En deze hebben we ook weer. Oude Jellyfluxy. Oké, en nu? Waar gaan we nu naartoe? Hier naartoe? Jongens, ik verdwaal op deze manier, hè. Ik weet straks echt niet meer waar ik moet zijn. Ik spring maar overal naartoe. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik vind hier wel een itempie. Nexotrappie. Ik ben in de machinekamer, zo te zien. Oh, en daar ligt in ieder geval wel een kistie. Eens even kijken wat er in het kistie zit. Oh, nice. Een XP booster. Dat wil je sowieso hebben. Heel nice. Ik ben wel benieuwd waar ik healing kan krijgen, aangezien niemand mij kan verstaan hier in deze gebouwplaneet-ding, onderwaterwereld. Ik zie hier ook nergens zo'n steen waar ik kan healen, trouwens. Die groeien hier natuurlijk niet. Oh, we konden hier nog naar rechts, volgens mij. Eens even kijken, dan moeten we een trappetje opklimmen. Dit is ook weer een machinekamer. Wow, Chromion. I'm gonna get you. Laat trouwens even in de comments weten of jullie nou een hele leuke Nexomon zien in deze aflevering die ik heb gevangen. Die misschien in mijn teampie moet. Want ik hou een beetje vast aan mijn eigen team. Ik wil eigenlijk alleen Orgot nog weg, want die vind ik niet zo heel goed. Dus die kunnen we nog wel gaan vervangen. Maar ik heb natuurlijk al een hele vette electric type. Dus deze hoef ik niet te hebben. En buiten dat, deze was eigenlijk ook gewoon lelijk. Toch? Oké, ik ben weer terug in de stad, jongens. Kijk, hier is gewoon een
een plek waar je kan healen. Alleen, dit mevrouwtje wil mij niet healen. Nou, dan is het een kwestie van heen en weer warpen. Kijk, mijn favoriete healer man staat er nog steeds. En we zijn weer terug. Nou, dan gaan we eens links van de stad kijken. We waren net continu rechts van de stad. Nu gaan we even links van de stad. Ja, kijk, dit ziet er wel uit als een plek waar iemand me kan helpen. Kijk, spreek jij de oude mensentaal? Ja? Ja! Hij vraagt, kan ik je helpen? Deze guy spreekt inderdaad Engels, Ros. Hij zegt, ja, ik kan wel zo horen dat jij niet hier vandaan komt. Waarom ben je naar Cadium gekomen? Is het boven op het land slechter dan hier beneden? Nora die komt gewoon straight to the point. Die vraagt, is er iemand genaamd Amelie? Ken jij iemand genaamd Amelie? En deze man zegt, ja, die good old Amy, die heeft hier een fancy laboratorium. En Atlas vraagt van, kunnen we inbreken? Ros vraagt, waarom spreekt iedereen zo'n rare taal? Deze gast die zegt, nou het zijn allemaal idioten. Allemaal idioten. Toen de president deze stad overnam, toen maakte hij een aantal veranderingen. En toen is alles helemaal gek geworden. Nou, thanks voor je info, denk ik of zo. We moeten op zoek naar een laboratorium waar Amelie is. Oh, we moeten hem volgen. En je zag het, hij ging al terug. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hierboven is. Misschien ligt hier wel van alles en nog wat. Bijvoorbeeld een flan. Oh, wacht eens even. Zou het hier zijn? Meneer de onderzoeker, waar ben jij naartoe gegaan, vriend? Ben je hier naar beneden gegaan? Oh, wow, wat is dit dan? Hallo? Wat is dit voor paleis? En we mogen hier in ieder geval niet naar binnen. Oh, hier woont natuurlijk die president. Ik denk dat we die president ook niet moeten vertrouwen. Kunnen we hier naar binnen? Ja, zeker, hier kunnen we naar binnen. Dit is de sportschool. Nou, succes ermee, jongens. Doei. Deze man is lekker aan het koken. Oh, en wie is dit? Deze chick zegt... Kawatje kutje kwak kwak kwetje kutje. Oftewel... Yo, shall not pass. Mensen die Lord of the Rings kijken, weten waar ik het over heb. Waar is die wetenschapper die denkt dat hij de tofste wetenschapper ter wereld is? Hij is hier naartoe gegaan, hè? Hij is iemand gaan waarschuwen. Wedden, nu moeten we weer hier gaan zoeken. Ah, ja. Zie je, ik heb je gevonden, vriend. Hij vraagt, wil je zo graag helpen met de reparaties? Oké, cool. Er moeten 4 generatoren gemaakt worden hier. En hij heet Derek. Oké, Derek, let's go. We gaan dit samen even fixen. Is dit een generator? Nee. Staat hier beneden een generator? Probably. Of wacht even. Dit lijkt alsof het kapot is. Is dit het? Nee, alles is hier kapot. Heel die stad is naar de kloklo. Ja, dit moet toch wel een generatortje zijn, of niet? Ja, Derek zegt ja, super kapot. Hij is super kapot, dit ding. En nu doet hij het weer. Lekker. Dus nu zijn er nog 3 van die dingen. Ah, kijk, hier beneden is er ook nog 1. Deze had ik nog niet eerder gevonden. Let's go. Oh, wacht even. We hebben eerst een bulbrit. Oh, die is al dood. Oké, dat ging snel. Moet je maar geen bulbrit zijn. Ja, kan ik ook niks aan doen, hè. Hoppakee. Generator 2 ook soort van gemaakt. Het gaat niet helemaal goed met dat ding. Hij gaat wel behoorlijk heen en weer. Derek zegt ook, ja, nee, hij is niet helemaal gemaakt. Dit ding dat gaat over een paar dagen ontploffen. Hij heeft er vertrouwen in. Goed om te weten. We hebben hier de mini-versie van Zapdos. Ja, dit is wel een vette Nexomon, hoor. Alleen ja, hij is niet vetter dan mijn super elektrische draak natuurlijk. Ik heb hem wel te pakken. Deze vind ik wel cool, hoor. Dat is wel een van de toffere Nexomon. Oké, nog 2 generators te gaan. Jeetje, wat is dit voor cyborg, man? Wat ben jij? Oh, die borg. Ik ben nu een stukje naar boven gegaan. Ja, kijk, hierboven is er ook nog 1. Doe deze ook maar even maken, meneer Derek. Gaat het met deze wel goed? Ja. Alleen hij zegt wel, hij is goed voor nu. Want Amelie's onderzoek zorgt ervoor dat deze dingen elke keer kapot gaan. Waar is die chick? Is dit de laatste generator? Ja, zo te zien wel. Hoppakee. Oké, en nu? Nu heb ik jou geholpen. Nu moet je mij helpen, jongen. Ja, oké, ik krijg muntjes en taartjes en cakejes en zo, maar dat hoef ik niet. Ik wil informatie. Oh, Nora is slim. Die zegt van ja, wij hoopten dat de president nu ons gaat helpen, omdat wij zijn stad hebben geholpen. Derek lacht ons uit. Die gelooft het niet. De president boeit namelijk helemaal niks. Hij is de koning van de idioten. En als we iets van hem willen, dan moeten we 1 ding doen. De mega arena van verdoemenis. Wat? We moeten deel gaan nemen in een tournament. Oh, oké dan. Derek gaat ons helpen. Derek is onze tolk. Derek is onze Irma Sluis. Kijk, Derek kan er nu voor zorgen dat we hier kunnen healen, omdat hij de mensen hier wel kan begrijpen. En aan de hand van Derek gaan wij deelnemen aan een of ander ziek toernooi. Ik weet nog niet wat het is, maar dat gaan we waarschijnlijk zien in de volgende aflevering als we de president gaan ontmoeten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickertube. Of op TikTok @rickertube. Is ook leuk. Mazzel!